pauze had Barrels Next Gen, de try-outs. Maar ook bij de try-outs is het publiek actief zoals altijd, man. Die willen bewijzen dat ze in het volgende seizoen bij horen. Ze krijgen daar allebei één ronde de kans voor. En dat wordt beoordeeld door de deskundige jury. Ik zit met de one and only Tim Beumers. Geef het op, Tim. Ik ben met Bas. Hoi Bas. En de rappers stellen zichzelf voor, maar rapper aan mijn rechterkant. Ja, draag 20 jaar. Represent Hollands Kant. Wieringenweg Oost. Shoutout naar mijn eigen moeder. Dat ze me 1 minuut voor 8 wakker maakt, anders lag ik nu nog knorren. Nou ja, je zit er. Rapper aan mijn linkerkant. Yo, het is balde van mijn dream, dat is nog steeds. En zo naar Dani, de cameraman. Zo naar Fano, zo naar Ali. Ik ga murderen, man. Let's go, man. Eerste ronde op. Oké dan, nadat jullie hem nog een beetje energie geven voor zijn eerste ronde, hebben we aangekomen. Ja? Ja. Oké, de vorige MC die tegen mij moest, die gaf het op. Kom je naar Rotterdam, kijk je Slady de Shipper met een puistenkop. Ja? Mocht ik in de week tijd nieuwe lines pennen, ik heb een tip voor IP en Excellent. Leer plannen. En ik wil niet gelijk degene zijn die de hele directie is, maar waarom staan we plan C terwijl plan C slash plan B is? En terug naar het dissen van dit wonderkind. Ben ik zo'n type, zo'n Turk die iedereen een nazi vindt? En in een battle, het is leuk dat je alles zeggen mag. Ga gewoon naar huis horen, kleuter. Uit je rug. En als deze man de auditie niet haalt, dan weet je wat ik bedoel. De Turk die neergaat, boeit niemand. Kijk maar die aanslagen in Istanbul. Wat? Fuck terrorist lines. Voor die mensen rust en vrede. Dat is 2 maanden terug. De hele wereld is stof. Hey. Maar dat ik opeens tegen hem moest, alsjeblieft wat eerder gezegd. Want ik heb wat leuks meegenomen van de tekening van Mohammed. Maar goed, sta ik hier te spitten in Rotterdam tegen een Turkse Jood. Godverdomme ook, wat is het homofiele broertje van Kip je kopstoot. Maar spit je tegen Draak, ben je zeker niet blij. Ik zeg eerlijk, zelfs vegetariër heeft liefde met mij. En het is best wel raar dat ik nog niet eens zo heel veel joke. Ik wil deze shit eigenlijk wel afsluiten met een motherfucking mama joke. Bahadir, ik heb een foto van je dikke vette hoerenmoeder uitgeprint. Hang nog 5 kopietjes boven mijn bed omdat ik rukken lekker vind. En wat de fuck moet je hier bieden? Je kan niet eens winnen van de jury. Van de jury. Jouw vet jokes komen niet hard, dan zat er een dikzak in de jury. Stijn. Eerste ronde van jou, let's go, hold it down. Oké, laat me even replayen. Hold it down, let's go. Laat me even replayen, want hij dropte een fat joke over mijn moeder. Bro, kom volgende keer met wat leukers. Want staat jouw moeder op een weegschaal, staat er geen getal, maar QC plus Tim Beumers. B als cameraman, want ze hadden het plan om battles met betere kwaliteit op te gaan nemen. Maar ik zag mensen choken, steeds wekker komen, dus kom zelf nu slopen, zodat er een betere tegenstander is om tegen op te nemen. Ha? En ik moest eigenlijk battelen tegen Trigger, maar ik hoorde via via dat hij mij ontliep. Let's go, man. Kom, geef van opzicht, ik kan dit. Oh, ja, maar dit is niet. Okay, ik was eigenlijk beter tegen Trigger, maar ik hoorde via via dat hij mij ontliep. Bro, volgens mij ben je niet weggelegd voor battle rap, want dat als je naam, weet je zeker dat je hier tekort schiet. Huh? En Ike stuurde me vorige week een mail van je hebt een nieuwe tegenstander, want de vorige heeft te laten afweten. Ik dacht ik ga wraak nemen. Ik dacht shit, Eikie, hoe moet ik me in een korte tijd zo goed voorbereiden totdat er letterlijk in mijn mail stond dat ik tegen een draak op moest nemen. Vakka. Bro, X, wie de fuck is dit gast? Ik wist niet dat Zwolle na nog een grotere broer had. Draak leeft in een sprook. Ik ben een monster als het gaat om battle rap, maar verander in een Red Bull als je denkt dat je vleugels trekt. En ga hiervoor Golden Battles omdat ik daarvoor de power heb.
Dus wil je mij neerhalen, draakje, moet je zorgen dat je veel energie in je bullets legt. Klopt, dokter. Dat is goed. Draak, ja, was gewoon grappig. Je bent ook echt een karakter, daar hou ik altijd wel van, weet je wel. Dus, was gewoon leuk om te zien. Pas wel op dat het niet alleen maar shock value wordt, want dat kan ook op een gegeven moment, dan word je een beetje moe van, ik tenminste. Ik had aan het einde van je minuut wel zoiets van, ga je ook nog wat technischere dingen laten zien. Die kan je ook verwerken in je shockerende reis, want mensen vinden dat tof. Daarmee wel gezegd, je deed het gewoon wel goed. Ik denk dat je ze wel nog iets verder moet uitwerken, maar wel interessant genoeg om in de league, ik wil je wel zien, weet je wel. Dus wat mij betreft door. Voor jou, ja, dat ging gewoon even niet lekker. Je laatste bar was goed, je eerste bar was goed. Alles ertussen vond ik niet zo, dus ik kan je niet door laten gaan. Maar ja, je weet wel hoe je een bar moet schrijven, dus ja, neem dat met je de volgende keer. Als je gewoon een minuut lang die eerste en die laatste bar zet, dan was je door. Ja. Dick. Ik vind sowieso dat je het kind bent van Waldo en Waldo. Dat niks mis met Dodo waarschijnlijk dan. Maar ik vond het leuk wat je deed. Ik ben het alleen niet met Klop eens. Ik vond het net iets onder het niveau wat ik nou zou willen zien. Omdat het lijkt nou een beetje op de dingen die al gebeuren. En ik vond zeg maar, je delivery wat, ja, gewoon wat simpel. Gewoon, het waren niet echt hele mooie uitgerolde bars. Er zat niet echt heel veel schema. Je performance was gewoon oké. Het waren het grappigste wat je deed toen hij joke, zeg maar. Dat was de eerste keer dat ik echt hard moest lachen hoe je dat aanpakte. En dat miste ik nog een beetje. Ik denk als je er wat meer. Wat bedoel je, draak? Je hebt niet eens gezegd, ik spit vuur of weet ik wat. Dingen met je eigen naam eraan of zo. Misschien is dat er voor de hand liggend, maar hey, dat hoeft van niet. Moest van mij. Dus ik vind nee, ja. En jouw eerste bar was super, het einde was goed. En ik weet dat de rest ertussen waarschijnlijk ook zo goed is. Maar ja, dat kan ik nu geen jaar geven, weet je zelf ook. Sorry. Dus, wat? Nee? Ja, twee keer nee, één jaar, één nee. Ja, ik weet dat jij meer potentie hebt en dat jij veel meer eruit kunt halen, man. Zonde, heel erg zonde. Ja. Jij, twijfel en ja, toch? Of ja. Een nee en ja? Nee en ja. Dus dan moet ik dus het knoop doorlaten. Ik heb wel gezien dat jij potentie hebt, je hebt showmanship, je denkt buiten de box. Dus als jij dit nog één tandje kan opvoeren, geef ik jou voordeel van de twijfel. Ik ben daar heel zuinig mee, dus je moet het echt killen volgens zijn zo, man. Ik ben echt zuinig met die dingen, maar voordeel van de twijfel door, man. Geef het op voor deze man. Marshallmedals.nl en laat weten wie jij beter vond, man. Je kan ook linksboven klikken of rechtsboven voor jou. Abonneer, like en deel en check je de volgende keer, man.